Per il gruppo ALDE, Mr. Sterckx, 2 minuten. Dank u voorzitter, meneer de commissaris. Waarde collega, bedankt voor het werk dat u gedaan heeft. U zegt, vind ik in uw rapport, de juiste dingen, ook in detail. Dus het staat er allemaal duidelijk in. Wat ik een beetje vreemd vind, is dat wij nu, 2006, al een eindje in de 21e eeuw, nog moeten discussiëren over het nut van één signaalsysteem, één seinsysteem voor spoorwegen. Op het moment dat andere vervoersmodi al veel verder staan, is blijkbaar voor de monopolies dat grensoverschrijdend Europees verkeer nooit echt belangrijk geweest. En hebben zij daar toch in elk geval nooit het geld in gestoken dat men er eigenlijk had moeten insteken en ook niet de ideeën gehad om dat soort dingen uit te werken vroeger. Dus ik vind het een beetje vreemd dat we nu eigenlijk nog over dit soort basisdingen moeten discussiëren voor de spoorwegen. En we zijn blij dat op de hearing die u georganiseerd hebt, de infrastructuurmensen zeggen van ja, we willen de ERTS wel doen. Dat vinden we al een succes. We zijn al blij dat ze zeggen, ja, eigenlijk interesseert het ons niet, want het is veel te duur. En voor die paar treinen die de grens overgaan, misschien kunnen ze daar toch betere vrachtwagens voor nemen, want die kan je via de satelliet al volgen. En de treinen die zullen dan wel zien wat er moet gebeuren. Dus in elk geval, ik vind het enthousiasme dat wij tonen niet echt terug bij de mensen die de zaak zouden moeten vooruit duwen. De lidstaten, de spoorwegmaatschappij, de infrastructuurmanagers. Ik volg hier natuurlijk de benadering van collega Kramer. Hij zegt de juiste dingen. Dus men moet een hele corridor nemen, vanaf het begin tot het eindpunt, alles erin, ook de laatste kilometer. EU-steun voor de grensoverschrijdende stukken. Niet één corridor bevoordeligen, maar het hele project bekijken, de grote lijnen nemen. En het uiteindelijke doel is van het hele Europese spoorwegnet, of toch zeker de grote lijnen daarmee uit te rusten. En dan zullen we toch iets meer moeten vinden dan die 5 miljard euro over 10 jaar. Dan zal het over heel andere bedragen gaan. En dan wil ik nog wel eens zien dat de spoorwegmaatschappijen bereid zijn om dat geld ook op tafel te leggen. Of de lidstaten. Want het stukje Europees geld is maar een heel klein stukje in die hele begroting. En men mag er niet doen alsof wij dan gaan het pak geld op tafel leggen. Dat zal maar met 1% van het bruto nationaal product kan je geen wonderen doen. De lidstaten en anderen willen dat nooit zien en denken dat Europa dan, zelfs als het geen geld heeft, toch de motor moet zijn van dit soort dingen. Ik denk ook dat de spoorwegen dan zullen moeten bewijzen dat het geld dat ze gekregen hebben, dat dat ook goed gebruikt wordt en dat men daar ook voor de klanten zal gaan zorgen en klanten aantrekt, zodanig dat het voornaamste doel van ERTMS, namelijk het betere gebruik van het net, dat er vooral uitkomt, zodanig dat de spoorwegen echt een vervoersmodus zijn die concurreert met de anderen. Dank u wel, voorzitter.